Panasonic zat samen met Samsung op de eerste rij bij de introductie van de 4K Ultra HD Blu-ray players. De UB900 was met zijn prijs van om en bij de €800 wel niet het goedkoopste toestel. Daar komt nu verandering in, want hier op de IFA introduceert Panasonic met de UB700 een beter betaalbaar toestel. Met een prijs van om en bij de €500 zouden we hem tegen eind van dit jaar in de winkelrekken moeten kunnen terugvinden. Thank you.